No, we wanted to win. We went into the game with the mindset that we wanted to win. We want to be first. It was a big opportunity to become first. But yeah, the way we started the game was crazy. Actually, so slow. Didn't win any duels, and then you're always behind of them, and yeah, it was difficult after that. Well, basically about that, like, you have to win the duels, you have to win the 50-50s, and from there you can play on, you know. And I think straight away when we came out, we did that. We scored a good goal, and then when you concede so fast again, it gives you another knockdown, you know, and then you fall back again and you concede another one. So it was overall, I think it was a bad day. Yeah, obviously they have a great team. It will be difficult if we play against them. We'll see in the next hours or so. But it will be tough for sure. Nee, dat klopt. Inderdaad, het stond niet zoals we wilden dat het zou staan. En ik denk dat we helemaal aan het begin van de wedstrijd, zeg maar, zijn we gewoon niet goed begonnen. En van achter probeer je dan nog te sturen, zeg maar. Maar goed, dat is ook. Het is lastig, het spel gaat snel, het is luid. Je kan de spelers moeilijk bereiken. En, nogmaals, ik denk dat het nu veel meer zin heeft om rustig terug te kijken op deze wedstrijd met z'n allen. En analyseren om het in de volgende wedstrijd beter te doen. En er komt gewoon weer een volgende wedstrijd aan en dat is de knock-out fase. Dus weet je, we moeten gewoon het vertrouwen houden en dingen verbeteren die we vandaag niet goed genoeg gedaan hebben. En dan ben ik ervan overtuigd dat we gewoon weer naar de volgende ronde gaan. Ja, daar zijn we meteen bij elkaar gekomen wat er beter moest. En dat hebben we ook in de tweede helft laten zien door ook man op man te spelen. En toen kregen we wel wat meer grip op door hun minder te laten voetballen.